Mijn naam is Dylan Disbergen. Waarom ik ben gaan sporten is eigenlijk omdat sporten heel leuk is. Ik vind ZVV echt een hele toffe club. Ik vind het echt gaaf dat ze een paar jaar geleden het G-team zijn gestart. Want nu is eigenlijk sport voor iedereen leuk. Ik ben Jeroen Vermeer, ik ben 28 jaar. We zijn bij ZVV 56. We zijn hier bij de G-voetbaltraining voor de jeugd. En daar train ik al sinds 2008. We hebben gekozen voor het G-voetbal omdat de vraag was binnen Apeldoorn. En wij als vereniging een sociale, laagdrempelige vereniging zijn. Dan willen wij dit in ieder geval voor onze doelgroep hier binnen de vereniging hebben. Wij willen ook deze mensen met een beperking de voetbalsport aanbieden zoals anderen die ook krijgen. Ik vind het in groepsverband de sporten heel leuk. Want ja, met de groep dan ben je nooit alleen. Je maakt nieuwe vrienden. Je kunt elkaar helpen. Bij het voetbal, het is gewoon echt heel fijn. En ik zie ook wel heel veel enthousiasme. Dat is gewoon echt heel veel emotie, heel veel vreugde, heel veel plezier. Nou, voor de doelgroep is sowieso dat zij lekker kunnen bewegen. We kunnen hier vrienden maken. Het is een teamsport, dus dat is heel belangrijk dat we goed met elkaar om kunnen gaan. En het sociale aspect is natuurlijk ook, dat staat natuurlijk bovenaan. Als je het enthousiasme ziet, de spontaniteit ziet van deze groepen die de voetbalsport beoefenen, dan zeg ik, dan zijn hun een voorbeeld voor onze jeugd. Ik ervaar de sfeer echt heel goed, heel plezierig eigenlijk. Ik zie dat iedereen heel vrolijk is en we maken grapjes. En nu ook op de training, iedereen kan eigenlijk wel met iedereen goed opschieten. En dat is heel erg mooi, want je wordt hier wel echt geaccepteerd. Als je nu goed bent in voetbal of alles bijvoorbeeld mist, dat maakt niet uit. Nou, dat project Kies je aangepast sport, dat is een heel mooi project. Die jongens kunnen lekker in beweging komen, kunnen eigen sport gaan kiezen. En als ze eventueel niet kunnen kiezen, dan kunnen ze allerlei andere sporten gaan beoefenen. Eerst even proberen, kijken wat ze leuk vinden en dan hopen dat ze natuurlijk lekker aan de gang gaan op een gegeven moment. Het hoeft niet per se bij voetbal, maar dan kunnen natuurlijk ook andere sporten zijn. Ik zou zeggen tegen de mensen die twijfelen te gaan sporten of voetballen, zou ik zeggen van ga het gewoon wel doen. Je kan desnoods gewoon eerst even meelopen met de training. Vooral als je het in een teamverband doet, dat is gewoon heel veel plezier. Het is echt heel gaaf, heel leuk.